Goedemorgen. Vandaag wil ik het graag met u hebben over de verschillende pasvormen bij een broek. Heel veel klanten zeggen me, ik wil een broek van Brax, want dat zijn goede broeken. En natuurlijk, dat is zeker en vast zo. Maar er wordt zelden een onderscheid gemaakt tussen, ik wil een broek van Brax, maar ik wil die pasvorm of ik wil dat model. Het lijkt wel alsof alle broeken van Brax geschikt zijn voor alle vrouwen. En dat is absoluut niet het geval. Dus een broek van Brax is een goede zaak, zeker en vast. Maar je moet wel de juiste pasvorm hebben. Want inderdaad, elke vrouw is anders. En ik heb hier een leuke pancarte van Brax. En die illustreert dat op voortreffelijke wijze. Kijk eens, bijvoorbeeld de Carola broeken. Of de Caro broeken zijn broeken die geschikt zijn voor dames met een zwaar bovenbeen en een fijne taille. Dus niet geschikt voor iedereen, alleen voor dames met een zwaar bovenbeen. En dan is er bijvoorbeeld de Mary broek, dat is een slimfit broek. En die slimfit broek is geschikt voor dames met een buikje en in verhouding dunne bovenbenen. Dat is de slimfit broek. Maar dan is er ook de Shakira of de skinny leg. Dat wil zeggen de Mary broek, maar nog aanpassender op het been. Aanpassend op het been van boven naar onderen toe. En super, super, super elastisch. En dan is er natuurlijk de nieuwste en dat is de spice broek. Wat is de spice broek? Wel, je ziet het, ze hebben hier duidelijk op de foto die dame aan de zijkant gefotografeerd. En dat heeft zo zijn reden. Want die spice broek is super, super, super smal op de benen, smal onderaan en heeft een liftend effect op het achterwerk. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk als je pittig voor de dag wil komen. Dus zo zie je maar, een broek van Brax, ja, maar welke pasvorm? En welk model heb jij nodig? Dus wil je graag weten welk model geschikt is voor jou? Spring eens binnen in de winkel en we gaan er samen naar kijken. Fijne dag nog. Dag!